Freule, ik vind het een eer om je te mogen vertellen dat het Zijne Majesteit heeft behaagd je te benoemen tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Van harte gefeliciteerd. U had het niet verwacht, hè? Nee, echt niet. Helemaal nooit. Nee. U heeft de onderscheiding gekregen voor uw inzet voor de sport in het algemeen. Wat vindt u ervan? Sportiviteit en respect vooral. Wat vind ik ervan? Ik ben heel blij dat dat onderdeel in de sport ook wordt gewaardeerd. En ik ben vooral heel blij omdat ik echt geloof dat als we een beetje normaler tegen elkaar doen, dat sport nog leuker is dan dat al is. Ja, Marijke Fleure die is ridder geworden in de Orde van Oranje-Nassau. En dat heeft ze meer dan verdiend. Dus ik vond het ontzettend leuk dat ik dat mocht doen. U heeft zich daar ontzettend voor ingezet. Ziet u dat ook terug hier op het veld, op het WK Hockey? Zeker, want zeker op dit topniveau zijn mensen heel vriendschappelijk tegen elkaar. Gunnen ze elkaar winst en verlies, hoe moeilijk het ook is. Maar het gaat natuurlijk vooral om de breedte daaronder. Op moeilijke momenten dat je normaal blijft doen tegen elkaar. En het begint in hele kleine dingen. En het gaat vooral ook om elkaar welkom heten, op tijd zijn, rotzooi opruimen en dan komt het allemaal goed. Ik vind het heel belangrijk dat wij grote evenementen ook naar Nederland krijgen. Ja, en hockey is toch zo'n Nederlandse sport. We zijn er goed in. We vinden het ontzettend leuk. Dus ik ben heel trots dat wij hier dit WK hebben. Het is ook goed voor de handelscontacten. Dit wordt uitgezonden. Mensen zien dat. Die denken, oh, leuk land. Misschien ga ik ook eens naartoe. En er gebeurt van alles omheen, hè? Dus zo'n evenement heeft enorm veel energie ook in de stad. En heel veel aandacht voor sporten. Ja, dat vind ik weer belangrijk, omdat bewegen gezond is. En daarmee sparen we toch weer zorgkosten uit. Wat betekent deze onderscheiding voor u? Ja, ik moet er nog helemaal aan wennen, joh. Ik heb geen idee wat die voor mij betekent. Maar een enorme eer.